Is dit wereld 4? Ja, denk het. Ruud, waar ben jij dan? Ik ben in het snowmobiel level. Dat is Dance Evolution, toch? Nee, het tweede na. Tweede na? Ja, tweede na, ja. Fuck jou. Hoe de fuck wil ik dat ooit in gaan halen? Weet ik niet. Oh, dat weet je ook nog niet. Yes. Ik ben die shit aan het ownen. Ricky, I'm so happy. Hey, dat ben ik. Fuck yeah. Ja, dat wou ik zeggen. We hadden het de hele tijd over jou. Ja, weet ik. Maar dat wilde je niet geloven. Oh, je verliest vet snel hartjes in dit level. Dat is niet leuk, hè? Ik ga weer mijn heks gebruiken, gewoon. Nee. Ah, kut. Pauze naar beneden. L. A. R. Pauze naar beneden. Ik ben dit gewoon zonder heks aan het doen. En het gaat nog aardig goed. Terwijl het op een toetsenbord echt kut is. Vooral R is kut. De rest is wel te doen. Ah, in de afgrond. Ik wil ook echt leren dansen als Ricky Martin gewoon, weet je. Altijd mijn droom geweest. It's always been a dream. Zo, ken je Ricky Martin niet? Totally Spice Mon. It's you and... It's me and Ruud. It's you and me. It's now it's my destiny. Totally Spice Mon. Ooh. You're my best friend. In a world we must defend. Totally Spice Mon. Totally Spice Mon. Nee. Wat een dubbel! Eet! Ik zou maar vast een kurkentrekker kopen. Dit is fucking moeilijk! Nee, want Stefan is weg. Oh! Wat? Ja? Ik maak gewoon geen fouten met het dansen, omdat het best wel moeilijk is. Want ik moet altijd die R's hoeken op mijn toetsenbord. Nee! Ja, maar jij hebt een controller, lul. Wat leuk voor hem. Godverdomme, ben ik dood. Ik moet echt even ergens anders neerzetten. Leuk, hè? Of een controller aansluiten, godverdomme. Oh, we zijn alweer bij het dubbeldeel, dat scheelt. Dat scheelt. Ik heb echt iemand nodig die voor me op R drukt. Woe, ik heb gewonnen. Yeah, bitch. Oh ja, level 5. Nou. Echt waar? Even kijken, joypad. Ik ga even wat configureren, want dit gaat niet langer zo, jongens. Laten we ergens even op spatiebalk zetten ofzo. Dat heb ik nu op spatiebalk staan. Oh ja, mijn doorspoelknop. Ah, dat kan wel. Dan gaat hij ook doorspoelen, dat is niet handig. Speed zetten we op Q. Right, zetten we. Oké, jongens, deze keer ga ik winnen hoor. Ja, dat zeg je altijd. Ah, ja, klopt. Maar jij bent nog niet in level 5. True story. Ja. Ik heb nu een soort van nog een soort van hou vast aan knoppen. Use torpedoes to destroy your enemies. No way, ik gebruik mijn submarine en verlies wel leven. Oh god, ik ben echt in de war. Nee, dat is niet er. Kut. Ik ben nog steeds bij dat dansen. Kut control. Ja man, het werkt echt voor één flikker met het toetsenbord. Nee, echt hè. Met een key, met een controller houd je echt in één keer gewoon. Ja, is goed. Ik neem het aan, Stefan. Stefan, ik neem het aan, man. Je weet het niet. Ja. Ik ga jullie al dik in maken. Fantastisch. Ik ben als het goed is nu aan het winnen met dansen. Godverdomme. Kees, je weet dat ik nu weer tegen je aan het praten ben. Terwijl je niet je eigen audio aan het opnemen bent, zodat dat heel raar klinkt.
Dus dat je eigenlijk even of jezelf in moet opnemen, of je moet gewoon even uit het gesprek. Nee, maar Steven neemt al audio. Niet? Ja, ik wil het audio niet opnemen. Sukkel. Oh, goed, jongen, ik zo wat. Random gesprekken in het niets. Ja? Godverdomme! Ik wil echt... Ik ga echt mijn controller pakken en de kutting aansluiten, want het werkt nog geen fucking flikker. Nee. Ik wel. Nee, mijn eigen systeemaudio niet. Ja, echt hè? Ja. Ga dan uit het gesprek dus... of zo. Ga weg! Opdonder uit het gesprek, ze horen jullie niet. God, welke begon is deze controle verzonnen? Nou, wat, dat was ik. Ik ben nog steeds aan het dansen, Ruud. Echt? Ja man, ik heb mijn eigen controles heel raar. Ik ben eigenlijk altijd in de war. Ik doe L is ik backspace, ben al bijna bij het R einde, is spatie, joh. A is enter, B is iets. B is shift. Het staat helemaal nergens op en ik raak helemaal in de war met wat is. Uh-oh. Ah, oh, fucking hell. Zal ik gewoon een pauze nemen? Dan ga ik eerst even eten, dan kom ik straks terug. Kut! Verdomme! Ik haat dit dansen! Het is fucking kut. Ja, ga jij dan lekker dansen met Michael Trost? Is goed, yo, man. Lata. Even iets voor namencontrole, hey! Ik weet niet wat. Dat is niet de bedoeling. Zijn we nu niet meer aan Skype ofzo? Hij ging uit het gesprek weg en daardoor viel mijn game weg. Nou, gaan we lekker verder. Hallo? We gaan ondertussen lekker Rick! Verder. Ondertussen in de studio. Rick! Kut, ik en moet Rick bellen. Belt als hij terug is. Rick. Lekker disco, lekker disco. Rick. Bellen. Waar heb je hem al? Bellen. We zijn nu aan het winnen, Ruud. Of Ruud, ja, het is Ruud. C'est Ruud. Ja, Rick, nee, neem we op. Gaan winnen. Rick? Eerst winnen, dan opnemen. Rick. Heel leuk dat hij even in het scherm komt. Like a troll. Rick. Neem op. Nou gaat het in één keer zo goed, hè. Zo kunnen we geen let's race doen. Zul je altijd zien. Jammer genoeg hoor je deze muziek niet. Hij is fantastisch. Kom op. Rick. Ik kan nu niet opgeven, jongens. Ik ben aan het winnen. Ik heb alle vier mijn coole spice nog. Rick. Ja, Ruud, ik wacht even met opnemen, want ik heb het dansen gehaald, bitch. Ja, echt? Ja. Jij belde, ik had zoiets van, nee, ik kan er niet opnemen, want ik ben aan het winnen. Ben je nog aan het opnemen? Ja, man. Ik heb hem op pauze gezet voor jou. Ja, maar dan worden de recordings helemaal raar. Nee, ja, ik heb het spel, niet de opname. Oh, oké, dan is het goed. Oké. Niet observe me met de path. Ach, god, nee. Oh, nee. Doe normaal, ik word ook genaaid. Dit is zo fucking kut. Oh, ze moeten het wel op ons licht, hebben, hè? Nee. Wat? Ze moeten het wel op ons hebben. Deze kan het toch? Ja. Oh, dit is best wel te doen. Ja, als je straks in dat onderzeeër level bent... Ja? Dan krijg je op een gegeven moment zo'n tegenstander die op je schiet. Dan moet je vlak voor zijn geweer gaan hangen. Ja? En dan... Ga dood. Dan moet je... Nee, ja, en dan gewoon keihard je torpedo schieten, want dan kan die je niet raken. Aha. Dan schiet je zijn torpedo's kapot. Seems legit. Ik ben nu een stukje aan het doen dat je heel raar moet lopen. Waarom zeg je dat zo vaak? Kut. Auw. Oké, ik ben wel bij het stukje van Clover. Hey, waarom zeg je zo vaak seems legit? Dat doe ik, omdat ik te veel op 9gag zit. Ja, echt hè? Ja, echt. Zien dat legit voor jou? Ja hoor. Nice. Goffen. Jij bent wel legit voor mij. Okay. Dit lopen is wel makkelijk, want het is allemaal dezelfde route, dus dat is wel wat te doen. Ja, maar wacht maar jongen, wacht maar. Die route van Alex, of heb je het over het onderzeelevel waar jij nu ook bent? Ja, yeah. Ben je daar? Nee, alleen dat zal wel kut zijn, aangezien jij zegt wacht maar. Dat is het level hierna, toch? Ja. Nee, nog eentje verder. Eerst krijg je nog het sneeuwlevel. Dat vind ik leuk. Ik dacht dat jij deze game gelivestreamd had. Ja, dat was echt dat eerste spotlight level kwam er niet voorbij, ik had veel sudden lag. Oké, Alex. Wat? Ik heb niet eens een route opgegeven.
fuck? Nee, je kunt overal heen lopen nu. Oh. Oké, wat moet ik doen? Dan moet ik verder rechts. Rechts, rechtsonder, dan moet je de boel hacken. Oeh, dank je voor de tip, man. Bro love. Ja, bro love? Wat? Ja, dat betekent dat we op een vriendschappelijke manier van elkaar houden. Cool. Dat is zeker cool. Hé, hey, dit is cool. Er zijn allemaal bakken met mij erop. Ik heb fans, man. Ja, echt, hè? Ricky! Ricky! Ricky, zing eens een liedje voor mij. Ricky. Oh, je moet achter Ricky blijven. Een liedje voor mij. Ja. Oh, Ricky, je bent zo'n hottie. Ik vind het echt episch. Hoe Ricky, moet je ooit verder komen, eigenlijk? Als je al achter Ricky zit, hoe moet je ooit verder lopen? Ik snap het niet helemaal. Even... Ik kom niet eens de kamer normaal in. Nee? Wat dan? Ik weet niet. Wat fuck is dat nou weer? Er zit ook gewoon een robot op de gang, what the fuck? Robots horen niet op gang, hè? Nee, maar wel. Wat is dat voor random opmerking? Oké, maar ik moet Ricky volgen, snap ik? Ja. En dan? Moet je hem opeten? ik ga mezelf niet opeten. Als ik mezelf opeet, word ik dan twee keer zo klein of twee keer zo groot? Ja, ik kan wel achter Ricky blijven, maar hij moet toch een keer naar voren lopen. Oh, wacht, je moet zeker op het moment dat de twee Ricky's elkaar kruisen, zeg maar. Ja, 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 ja. Wat de? Dat was zeker een legit Ricky kruis. No. Nee! Ricky! Oké, even een beetje timelapse vooruit de maan, omdat Ricky zo'n klojo is. Dat mag je. Weet je wel nu hoe langzaam Ricky gaat? God, wat? Nog steeds haal ik het niet. Kut. Kom hier, Ricky. Kom met de snelheid van 400% mijn kant op. Serieus? Oh, cheater. Kom op, Ricky, samen redden we het. Ik zit fucking op jou te wachten en jij cheat gewoon de hele handel bij elkaar. Ja, anders dan moet je nog langer wachten, vriend. Waarom ben ik dood? What the fuck? Ik sta nergens op. Sowieso dat jij dit gaat winnen, hè? Dat weet je. Gast, dit staat helemaal nergens op dit met Ricky. Ik kan gewoon niet van de ene naar de tweede Ricky lopen. Laten we maar een safe step maken in dat geval. Ja. Ik heb echt door de hele serie heen wel twee keer gesafe state en twee keer geladen, maar daarna ging ik alsnog dood en heb ik er niks meer mee gedaan. Dus ik heb er niet veel uitgehaald ofzo. Lastig. Ik ga even kijken of het iemand zal opvallen, weet je. Oh nee, ik heb daar gesafe state. Ik kan met dit Ricky ook wel safe state, dat is eigenlijk best wel nodig, anders ben ik hier 10 uur mee bezig. Oh, je moet gewoon blijven staan, zo. Aha. Aha, alt F1. Oh, hier ben ik best wel goed in. Dat Ricky is wel te doen. Ricky Wiki. Wicked Wick. Wicked ik heb like hartjes nodig. Stauw! Godverdomme, nee. Anus. Ricky, waarom? Wat? Ricky, Ricky nakt me. Anus. Ik nakt mezelf. Ik naai mezelf. Oh, lekker. Kom op, Ricky. Doe je ding. Doe je ding. Anusaanval. Anushaarbal ophoesten. Is het onderzeeën level leuk, Ruud? Nee, het is echt kut. Ik kom er niet doorheen. Laat staan dat jij er straks doorheen komt. Nou, ik weet je hoe awesome ik ben. Jij kwam niet eens zo bij dat level met die spotlights, losert. Ja, echt hè. Maar ik heb je wel ingehaald. Ja, dat vond ik best wel raar. Ik ging niet eens zo heel slecht. En jij denkt, hey, ik heb je ingehaald. Ik zeg Hex. Dat is de enige logische verklaring die ik heb. Ja hoor. Ja, maar jij bent wel Rick. Oh. Maar ik kom het onderzeeënlevel niet door. Die gasten dat zo snel hebben gedaan. Oh ja, maar Stefan had hem al een keer uitgespeeld, hè? Ja, precies. Stefan die had alles al een keer gehad. Vind je het gek dat hij hier won? Ja, maar kijk, de volgende Totally Spies route, dan stuur ik gewoon alleen jou die rom. Want die anderen kunnen nooit aan die rom komen. Gaan wij gaan oefenen. Ja, is goed. Deal? Deal, sowieso. Maar wel cool dat ze Kees hem had gehaald, ja? Wat bedoel je? Die had er nog nooit gespeeld, toch? Ja, precies. Ik had in principe nog een voordeel over Kees. En mijn zen leidt me niet af. Uh-oh. Die met de Ricky zijn nog best wel pittig hoor. Dat is echt oh, veel. Die pik die schoot me af. Deze Ricky gaat snel. Sta stil, Ricky. Ik verbied het je. Uh-oh. Oké, ben ik bijna bij het einde van de Ricky-heid.
Van de Ricky-heid. Ja man, de Ricky Madness. Ja, ben er. Oké, wat nu? Wat moet ik doen? Ik ben bij Ricky, de laatste Ricky. Wat nu? Ik heb geen idee, jongen. Dat weet ik ook niet. Ik vind dat wel een safe stage waard. Doen we aan safe stage? Nee, vind ik niet leuk. Oh, jij hebt een safe stage gemaakt. Slecht. Helemaal niet. Oh, dit moment niet. Ik zie gewoon... Wat? De vrienden liggen niet, Rick. Ik sta... Ik ben helemaal bij de laatste Ricky. Zat er zo'n hekapparaat, loop ik er naartoe, vinden ze me. Ja, wat de fuck moet ik doen? Dan... Ja, zo werkt het dus niet. Ja, dat vind ik niet leuk. Oh, nee! Ben je nog steeds met onderzeelevel? Oh, ik ging per ongeluk keihard dood. Ik had net de eindbaasverslag en dan ging ik dood en dan moest ik alles overnieuw doen. Oké, zolang jij daar blijft, dan blijf ik bij Ricky, weet je? Deal? Zolang jij slecht blijft daar, dan kom ik een beetje inhalen, zeg maar. Ja, maar jij blijft sowieso bij jezelf, dus dat is not fair deal.